Don't try this at home. Yo, superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe aflevering van Kook TV Kicks. Mijn naam is Merel. Vandaag verrassen we Bram. Bram is 19 jaar, studeert astronomie aan de Universiteit van Groningen en is heel erg goed in skateboarden, want hij skateboardt al 4 jaar. Wij zouden natuurlijk niet van Kook TV zijn als we hem niet even heel erg goed gingen verrassen. En wij hebben een sport gevonden, dames en heren. Je zou niet denken dat het bestond. Het heet horseboarden. En wat denk je? Het is inderdaad achter een paard aan skateboarden. Bram denkt natuurlijk dat hij alles al weet over skateboarden, maar ik zou echt zweren dat hij nog nooit heeft gehorseboard. Dus daar gaan we mee verrassen. Hij staat hier om de hoek te skateboarden. En ik ga hem natuurlijk verrassen door weer net te doen alsof ik een sportief tv ben. Op zoek naar talent voor ons item over skateboarden. Maar dan blijkt dat wij er eigenlijk gewoon zijn voor Bram. En dat we hem de hele dag in het zonnetje gaan zetten. En dat hij voor het eerst in zijn leven achter een paard aan mag gaan skateboarden. Ik heb er heel erg veel zin in. En ik denk dat Bram dit ook heel erg vet vindt. Dus laten we snel gaan. Want ik kan niet wachten. Let's go! Nou, we zijn dus nu bij de nieuwe aflevering van Sportief TV. Ik ben op zoek naar sporttalent. En hier zien we iemand die al heel erg goed kan sporten. Skateboarden natuurlijk. Dus ik ga even aan hem vragen hoe die heet. Hij heet Bram. En zijn leeftijd, hij is 19. En hij komt uit Groningen, dat ga ik ook vragen. Nou, loop mee. Hi, mag ik jou wat vragen? Ja. Hoe heet je? Bram. Hoe oud ben je? 19. En waar kom je vandaan? Groningen. Oh, wat leuk. Goed om te weten. Wij zijn van Sportief TV. En op zoek naar mensen die talent hebben. Ik zie jou nu zo hier skateboarden. Een heel groot skateboard trouwens. Ja, dat is een longboard. Een longboard. En ik vroeg me af, kun jij wat trucjes voor ons item maken, zodat ons item echt heel vet wordt van Sportief TV? Ja, sure. Don't try this at home. Dat is een super vette truc. Wij gaan door naar het volgende sporttalent voor ons item Sportief TV in Amsterdam. Heel erg bedankt. Ik hoop dat je het leuk vond. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Bram, luister. Ik zit jou echt keihard in de zijk te nemen op dit moment. Want je bent hier natuurlijk niet alleen maar om even één trucje te laten zien. Ik ben Merel van Kook TV Kicks. En ik wil jou vragen om vandaag met mij op pad te gaan. Wat we gaan doen wil ik nog niet zeggen. Maar dat jij het heel erg leuk gaat vinden, dat weet ik zeker. Dus aan jou de vraag. Wil je met ons mee van Kook TV? Ja. Oké, ik weet zeker dat je er geen spijt van krijgt. Oké. Nou, let's go. Gaan we door. Hoe is het? Ja, goed. Ben je een beetje tot rust gekomen al? Nou ja, denk ik. Hey, wat is er nou zo leuk aan longboarden? Ja, gewoon, je kan lekker je ding doen. Je kan een beetje creatief zijn. Je bent gewoon aan het sporten zonder dat het echt heel erg voelt alsof je moet of zo. Je bent gewoon lekker bezig. Ja. Maar ja, je hebt gewoon een leuke groep mensen die een beetje samenkomt om veel te skaten. En nieuwe trucjes te leren. Elkaar ook een beetje te pushen om lekker nieuwe dingen te leren. Dus. En je hebt nog geen idee wat we gaan doen, hè? Nee, ik heb geen flauw idee. Okay. Wordt zo allemaal duidelijk? Ja, ben benieuwd. Cool. We zijn nu op de locatie in Zeewolde. Ik ben wel heel erg benieuwd naar die trucs die we in Amsterdam niet konden doen. Of jij nu nog wat kan laten zien aan ons. Want volgens mij ben je echt heel erg goed namelijk. Ja, dank je. Ga maar gewoon doen, hè? Ja, gewoon doen. Oké, let's go. Oei! Ik zal het even voordoen. Hey. Supergoed, echt. Ik denk dat het eigenlijk wel bijna tijd is om hem uit zijn lijden te verlossen, toch? Ja. Nou, Bram, kom even wat dichterbij. Ja, het hebben we tot nu toe al een topdag. Ik vind het echt, ik zit te genieten al. Ik zal je maar eens uit de spanning halen. We gaan zo meteen iets doen waarvan ik niet wist dat het bestond. Het heet... horseboarding. Oh, nice. Een horseboard, ja. Ja? Jij wel, zie je wel. We zijn een echte expert hier. Heb je het wel eens gedaan? Nee. Kijk. Dat is nou precies wat wij willen van Kook TV, om jou te verrassen met iets wat je nog nooit gedaan hebt. En ik hoop dat het echt een onvergetelijke experience voor je gaat worden. Kijk, we hadden natuurlijk met mij kunnen gaan horseboarden, maar dan waren we niet sneller dan 3 km/u gegaan. En achterwaarts waarschijnlijk of zo, echt vreselijk. Maar met jou, Bram, belooft dit wel een heel spectaculair item te worden, denk je niet? Ja, komt vast goed, denk ik. Laten we daar naartoe gaan, oké? Okay? Nou, let's go! Bram, je bent eindelijk uit je lijden verlost. Wat is nou horseboarden? Horseboarden is eigenlijk een ruiter met een paard met erachter een boarder.
En dan zo snel mogelijk een parcours afleggen. Je kan krappe bochten rijden, dus 90 graden bochten. Je kan een slalom doen, je kan een stuk op snelheid doen. Dus eigenlijk heel afwisselend. Wat zou je dan het liefst willen doen? Ja, gewoon een lekker stukje rijden en zien hoe het gaat. Ik ben benieuwd. Kom maar Koos, kom maar gezellig hier. Kom maar Koos. Oh mijn god. Ik heb het niet zo paardig over, maar dat komt helemaal goed. Rian, dit is Bram. Hoi. Een hele goede longboarder. Dat is natuurlijk in vergelijking met horseboarden totaal anders. Doe je nou trucjes of zo op? Ja, je kan er wel gewoon je bunnyhopjes mee maken. Ik zou zeggen, Rian, leer Bram alle kneepjes van het vak. En ik zie jou wel voorbij chasen zometeen, denk ik, oké? En wel even je helm nog even vastmaken. Ja, dat is wel belangrijk. Nou jongens, heel erg veel succes. Jij ook. En jij ook, Koos. Let's go! Harder. Bam! Hij is goed, hè? Ja, zeker. Gaat voor een beginner in horseboarden is het best wel... Kijk, dit zijn pas zijn eerste meters, maar we moeten hem wel uitdagen. Ik denk dat we hem maar eens even bij gaan halen. Ja, nee, is goed. Koos, kom maar. Kijk, huppatee. Hoe vond je het? Ja, best wel leuk. Het is wel wat anders. Maar het is eigenlijk nog iets te makkelijk, denk ik. Ja, ik vond het wel goed te doen, inderdaad. Ik denk dat het tijd is voor... Een leuk parcoursje. Koos, Bram wil nog één keer heel hard. Is dat goed? Ja. Hij knikt ja. Ik vind het echt helemaal fantastisch. Hoe vond jij het? Ja, ging hartstikke goed. Ja? En Koos? Ja, heel tevreden, zegt hij net. Hij is wel een beetje moe en je hebt ook een beetje dorst, hè? Schat, je bent te veel aan het zweten. Hier, wil je wat drinken? Kom maar. Het is lekker water. Ik ben gewoon kaart gedist door Koos. Ga je het nog een keer doen, denk je? Ja, ik denk niet dat ik snel in een situatie kom waar ik het nog een keer kan doen, maar wellicht. Nou, ik hoop het wel. Ja, je moet een paard hebben en een ruiter, dus het maakt het iets lastiger. Ik vond het weer een ongelooflijk indrukwekkende dag. Ik heb Bram blij kunnen maken, daar zijn we ontzettend blij mee. Vond je dit nou een leuke video, net als Koos? Doe dan even je duimpje omhoog. Druk even op het belletje, want dan mis je namelijk helemaal niks meer. En subscribe even op het kanaal van KookTV, natuurlijk. Doei! Doei Koos! Dat was mijn laatste video.